Partij Veilig Maastricht heeft in een brief aan het stadsbestuur vragen gesteld over de website Thuis in Maastricht. Het digitale platform dat in opdracht van de gemeente nieuws uit de stad brengt. Volgens de partij zou het bijhouden van de website van Thuis in Maastricht met lokaal nieuws in deze financieel moeilijke tijd zorgen dat andere platforms en initiatieven onafhankelijk van een organisatie zoals de gemeente geen kans krijgen. Veel berichten zouden zijn met een promotioneel karakter, met promotie van ondernemers. En het was nou net het doel van de website Thuis in Maastricht dat er veel meer vanuit de buurt geredeneerd zou worden, dat er een verbinding zou ontstaan. En die lijkt er op dit moment niet of nauwelijks te zijn. We zien ook uit de steekproef dat er toch in een groot deel van de artikelen de duidelijke link met de buurt ontbreekt. Het gaat voornamelijk om het promoten van een bedrijf of soms ook zelfs de gemeente. En we vinden dat dat niet hoort of past bij de doelstellingen van deze website. Reden genoeg om vragen te stellen aan het stadsbestuur voor de partij. Want ook vanuit het publiek, de Maastrichtenaar, was er behoefte aan duidelijkheid, zo blijkt. Ja, we tellen natuurlijk ook de berichten op social media mee. En dan kom je toch over de 20 heen. Dat was voor ons wel echt de aanleiding om uiteindelijk vragen te gaan stellen. Onder andere of zij het met ons eens zijn dat het een verkwisting van gelden is op het moment, hoe dit op het moment ingericht is. Dat is de belangrijkste vraag voor ons. Het viel ons verder ook op dat er niet helemaal voldaan wordt aan de algemene verordening persoonsgegevens. Dat is ook belangrijk. Zo zijn er nog een aantal vragen die we hebben ingediend. Waarbij wij in ieder geval duidelijk willen krijgen hoe zij nou de toekomst ook van deze website zien en of op dit moment aan bepaalde eisen die in het verleden gesteld zijn ook voldaan wordt. En hoe dat beter kan, daar heeft de partij al een duidelijk idee over. Ofwel aanpassen van de website en ook zorgen dat er echt een meerwaarde ontstaat. Want op dit moment is het gewoon een overheidsconcurrentie en wordt eigenlijk RTV Maastricht of de Limburg of wat dan ook maar beconcurreerd. Er moet echt een meerwaarde ontstaan door echt een duidelijke link met de buurten, initiatieven uit de buurten te promoten. Verder wil de Partij Veilig Maastricht ook inzage van het stadsbestuur in de bezoekersaantallen, inkomsten en uitgaven aan professionele reporters en advertenties.